1, 2, 3, 4. Ja, zo'n nederlaag na zo'n week, dat is extra pittig, denk ik. Ja, het is al 2 weken hè, dat het zo loopt. Ja, dat is inderdaad een pittig, omdat ik denk dat hij ook niet helemaal terecht was. Natuurlijk is het na 2 onrustige weken moeilijk voor een spelersgroep om weer aan zo'n wedstrijd te beginnen. Met alle onzekerheid die er heerst. In die zin moet ik de spelersgroep een groot compliment maken. Wat ze in ieder geval mentaal gebracht hebben. Dan heb ik het niet over goed voetbal of niet. Maar we hebben denk ik toch ook wel minimaal een punt verdiend vandaag. Op basis van het aantal kansen wat we gecreëerd hebben. Of dat altijd creëren mag heten, weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben kansen gehad. Dus ja, dan is het een dubbele slag als je dan uiteindelijk met lege handen staat. Het nieuws is dat de hoofdsponsor de stekker eruit trekt. Hoe is dat in algemene zin geland hier bij de dijk? Ja, wat denk je? Het is, we spelen hier niet voor een appel en een ei. Dus op het moment dat er zekerheden wegvallen, en laat ik maar gewoon noemen zoals het is, financiële zekerheden. Ja, dan valt dat in ieder geval bij de spelers valt dat niet goed. Ook amper getraind, begreep ik? Er zijn wat trainingen vanwege gesprekken uitgevallen, inderdaad. Maar goed, de onzekerheid is één ding. Maar als je 2 weken later ook nog niet duidelijk hebt hoe we verder gaan, ja, dan vind ik dat een kwalijke zaak van betrokkenen. Had je daardoor ook wat minder spelers tot je beschikking vandaag tegen AFC? Ja, we hadden wat blessures, dat klopt, ja. Ja, waren dat echt blessures of waren die mensen dan vooral loyaal aan de hoofdsponsor? Zover ik weet waren die jongens geblesseerd. Ja, het is wel een heel vreemde situatie, ook voor jou denk ik. Ja, het is een belachelijke situatie. En nogmaals, ik heb helemaal geen zin om uitspraken te doen over wat er speelt en wie er gelijk heeft en wie er ongelijk heeft. Dat zal allemaal best wel. Maar ik vind het een kwalijke zaak dat er na 2 weken geen duidelijkheid is. En dat vind ik niet terecht naar spelers en staf. Ik hoop dat snel opgelost wordt de komende week, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. In hoeverre wordt de hoofdtrainer daarbij betrokken? Bij die, nou ja, laat ik het zeggen, een strijd of zo tussen de hoofdsponsor en de voorzitter? Nee, ik ben er niet bij betrokken. Ik ben er in die zin bij betrokken dat ik merk dat ik een spelersgroep die tot mijn beschikking heb die onrustig is. En dus niet met het hoofd bij presteren is. En dan kan ik die jongens niet kwalijk nemen. Sterker nog, wat ik net al zei, ik geef ze een compliment voor wat ze dan toch op zo'n wedstrijddag nog brengen. Maar ja, ik ken weinig mensen die naar hun werk gaan als ze niet zeker weten of ze betaald krijgen. Ja. Wanneer komt daar, verwacht jij, een keer duidelijkheid over? Dat jullie gewoon door kunnen? Dat moet komende week gebeuren. Dus we zullen het zien. Je moet gewoon door, je wil lekker voetballen. We zijn nog niet eens halverwege. We moeten nog een heel eind. Dus daar, ja, nogmaals, ik kan niet anders zeggen dan dat we duidelijkheid moeten hebben. Kijk, de club die heeft van zijkant uitspraken gedaan. Dat heeft de hoofdsponsor ook gedaan. Alleen we zien dat allemaal nog eens een keertje graag bevestigd vanuit alle kampen. Het had geen effect vandaag, denk je, op de spelersgroep en hoe ze tegen AFC hebben gespeeld? Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten, maar... Onrust is nooit goed, maar ik wil het niet gebruiken als excuus voor deze nederlaag. Want wat ik al zeg, als je ziet wat ze mentaal gebracht hebben, dan denk ik dat ze gewoon op dit moment met de wedstrijd bezig waren. Misschien uitgezonderd het eerste kwartier, toen vond ik ons een beetje afwezig. Je zag ook dat AFC wel het gevoel had, denk ik, dat ze daar wat mee konden. Dus dat deden die jongens goed. Maar als we ons in de wedstrijd teruggevochten hebben, dan ga ik ervan uit dat die jongens dat wel even tussen de lijnen vergeten zijn wat er allemaal speelt.